Goedemorgen, deze Markets Update verzorg ik voor BNP Paribas Markets. Deze week gaat nog rustig van start nu de optie-expiraties weer achter de rug zijn en de macro-agenda de eerste handelsdagen redelijk leeg is. Beurzen bleven overigens vrijdag ook dicht bij huis, waarbij alleen de Dow Jones in het groen bleef. Nvidia gaf ruim 3% prijs, Smith Wesson zag de verkopen weer stevig aantrekken, maar de Outlook viel beleggers tegen. Het aandeel leverde 13% in. En UPS verkoopt haar vrachtbemiddelingsactiviteiten Coyote Logistics voor 1 miljard dollar. In 2015 betaalde men nog 1,8 miljard voor dit onderdeel. En niet voor het eerst zorgt Europese regelgeving voor hoofdzorgen bij grote Amerikaanse techbedrijven. Apple stelt daarom de lancering van haar Apple Intelligence met zeker een jaar uit in Europa. Vooralsnog willen ze of kunnen ze niet voldoen aan de Digital Markets Act. Waarin software beschikbaar moet zijn op de diverse besturingssystemen. Duidelijk is wel dat Apple voor zowel Meta als Google een interessante partner is voor de distributie van AI-systemen. En in Azië zijn deze week de ogen gericht op de Reserve Bank of Australia, die woensdag laat weten of ze de rente gaat verlagen. Het zou in de regio het eerste land zijn, dit met uitzondering van Japan. Daar overwoog de Bank of Japan zelfs even om de rente te verhogen. En de Nikkei was met plus 3 kwart procent een uitzondering. De andere indices sloten rond de 3 kwart procent lager. En de futures in Amsterdam duiden ondertussen op een licht lagere opening. Cijfers van het CBS lieten een lichte krimp van de Nederlandse economie zien over het eerste kwartaal, en dat was een half procentje lager. En Process komt vanmorgen met resultaten over boekjaar 2024. Men spreekt van een sterk jaar met 19% omzetgroei en 451 miljoen aan handelswinst uit de e-commerce activiteiten. Positief is de cashflow welke met 773 miljoen verbeterde tot plus 524 miljoen. En in elke kolom van het bedrijf zag men groei, waaronder Food Delivery. En uiteraard is het bedrijf volop bezig met AI. En met dank aan een aandeleninkoopprogramma's heeft men 20% van het uitstaande aandelenkapitaal ingekocht. En Philips blijft zich inzetten voor verbetering van de zorg. En dat kan uiteraard met behulp van AI. Men ziet vooral kansen om het ziekteverzuim terug te dringen onder zorgpersoneel. Op de agenda vandaag: Ivo Ondernemersvertrouwen komt uit Duitsland. Morgen hebben we nabeurscijfers FedEx. Bij de analisten zet J.P. Morgan Shell opkopen, koersstoel 41,75. J.P. Morgan zet Process opkopen, koersstoel 52. En HSBC zet ASR opkopen met een koersstoel van 51,50. En morgen is er weer Markets Update van BNP Paribas.